Nou, dit is een complete tand van een mammoet, slagtand. Van een vrij jong individu, een beestje van een jaar of 10 oud. Dit is een kies van een mammoet uit de schedel. En dit is een radius, de onderarm van een wolharige neushoorn. Er zijn in totaal nog 3 of 4 meer kiezen van mammoeten gevonden en een aantal ribben van neushoorns en van mammoeten. 45.000 jaar geleden lopen er mammoeten en neushoorns rond in Nederland. Dat er botten van die dieren worden gevonden is dan ook niet zo bijzonder. Maar deze plek, vlakbij Wezepenbrug, is dat wel. Want de meeste botten worden of bij baggerwerkzaamheden omhoog gehaald of uit de Noordzee gevist. En daar is archeologisch onderzoek onmogelijk. En we weten ook niet uit welke laag het komt en waarom de botten geconserveerd zijn. Hier kunnen we terugrelateren van, waarom zijn deze botten bewaard gebleven? Dat heeft te maken met die veenlaag. Die veenlaag heeft dus, nadat deze botten hier terecht zijn gekomen, heeft die veenlaag deze laag afgesloten van de zuurstof. En daardoor zijn de botten en de sporen eromheen nu nog in goede staat. De vondst is gedaan tijdens graafwerkzaamheden van de GasUnie. Die is bezig om een nieuwe gasleiding aan te leggen van Noord naar Zuid-Nederland. Zij hielden al rekening met deze vondst, omdat in 1991, 15 meter verderop, ook resten van een mammoet zijn gevonden. Ontbrekende stukken van dat skelet liggen tussen dit nieuwe exemplaar. Nou, dat kunnen we wel onderzoeken, want we kunnen aan de kiezen zien. Er is toen een onderkaak van een mammoet gevonden. We hebben hier ook een klein stukje kaak gevonden van een mammoet. Een klein stukje kies van een mammoet. En we vermoeden dat dat kiesje bij die onderkaak past. De archeologen zijn al tot een bijzondere conclusie gekomen. Daar zit de